Wat houdt Stichting Present precies in? Wij zijn een stichting binnen Almelo dat eigenlijk heel vrij genoemd de makelaar voor de vrijwilligers. Maar wij doen projecten voor andere organisaties, voor Avedan, voor Humanitas, voor heel veel andere organisaties die bij ons aankloppen en een hulpvraag hebben en waar wij dus onze vrijwilligers op inzetten. Jullie bestaan nu 10 jaar en is er in die 10 jaar veel gebeurd? Zeer zeker. De afgelopen 10 jaar hebben we een hele mooie stichting gebouwd met een sterke basis. Verschillende, heel veel vrijwilligers, flexers, maar ook gewoon bedrijven, partners. En we hebben ambassadeurs aan ons verbonden die voor ons present uitdragen binnen Almelo. Ik ben algemeen coördinator van Present sinds kort. Dus eigenlijk het reilen en zeilen van alle medewerkers, dat valt onder mij. Mijn verwachting is dat Present nog verder gaat groeien en nog meer bekendheid krijgt en veel mensen ons kunnen vinden voor vrijwilligerswerk, dus projecten te gaan doen voor een ander. De hulpvragen zijn er wel. En ik heb zelf natuurlijk ook met projecten meegedaan, dus ik ken Present al langer. Niet in deze functie, maar gewoon zelf bij mensen thuis helpen. En dat is echt een onvergetelijke ervaring. Dus dat wens ik eigenlijk ook mensen toe, onze Almeloers, om dat mee te maken. Om bij andere mensen met de handen in de klei, zeg maar, te staan. Te helpen en te zien wat dat doet met degene die de hulp krijgt. Maar zeker ook met degene die de hulp geeft. Ja, dat is echt win-win. Dat is prachtig. Nou, dan is dit dus een eerste stap om wat meer bekendheid te maken, hè? Precies, ja. Ja, ik denk dat we in 10 jaar al best wel veel bekendheid hebben. Maar, ja, zeer zeker. Maar natuurlijk zoeken we altijd nieuwe vrijwilligers. Om mensen, want wij willen graag een beweging op gang brengen binnen Almelo. Zodat een vrijwilliger bijvoorbeeld bij een hulpontvanger bepaalde projecten doet. Maar dat dan de ontvanger dan ook zou kunnen denken van, hey, dit is mooi. Misschien kan ik het zelf ook een keertje doen bij een ander. Nou, dat is de beweging. Zo maken we Almelo gewoon met z'n allen mooier. Dan wens ik jullie heel veel plezier met het 10-jarig bestaan. Want daar gaat dit feest over, hè? Hartelijk dank. Hartelijk dank, ja. Ja. Ja.